De finale van de Super League Formule is verdeeld in 3 races. 2 wedstrijden van 40 minuten en de superfinal van 5 ronden. Jelmer Buurman eindigde in de eerste 2 races 2 keer als 6e. Tevreden over vandaag? Nou, niet echt. Als je vrije training ging behoorlijk goed. De kwalificatie ging eigenlijk goed qua snelheid. Het zat een beetje door het systeem. Ja, ga je dan in de kwartfinales eruit met de 2e snelste tijd van iedereen. Maar goed, ik moest tegen de snelste, dan lig je eruit, dan is het klaar. De startpositie was niet helemaal zoals ik had gehoopt en wat het had kunnen zijn eigenlijk. Ja, dan de races. Het is hier gewoon ontzettend moeilijk inhalen. Het circuit is heel smal. Dus de eerste race, snelheid van alle auto's eigenlijk in de top 6 redelijk gelijk. Ja, dan kan je gewoon niet inhalen eigenlijk. En dat hebben we ook al gezien. De meeste top 6 werd gewoon niet ingehaald. Ja, toen de tweede race was de start heel erg rommelig. Voorin ging ze op een gas, remde weer. Ja, achterin ook, waar ik zat. En dan kom je in het gedrang. Dan komen er rechts auto's, links auto's. Dan moet je een beetje geluk hebben. In de superfinal, die dus gaat over 5 rondes, eindigde Jelmer als 7e. Niet zijn allerbeste race dus. 2 weekenden dus nu afgerond. Overal gevoel? Niet echt verkeerd. Na dit weekend ben ik niet helemaal happy, maar goed. Als we over het algemeen kijken was de snelheid wel goed en Assen ook, topsnelheid. Het moet alleen even op zijn plaats vallen. Ik denk als we op een circuit komen waar we beter in kunnen halen, dat veel voordeliger zal zijn voor ons. En wellicht kan dat al in de volgende ronde, die zal plaatsvinden begin oktober in Brazilië.